Nou, dit is de plaats dan waar het gaat gebeuren. 11 november, 11 uur, op het ogenblik dat het, de kanonnen stopten en de oorlog tot een eind kwam. Haarlemmer Jan Warmerdam heeft er een persoonlijke missie van gemaakt om een herdenkingsplek te creëren voor het einde van de Eerste Wereldoorlog. Want de afgelopen eeuw is er in Nederland amper bij stilgestaan. En onder deze vrijheidsboom in Vijfhuizen komt nu een herinneringskei te liggen. De jaartallen op de gedenkplaats, 1914-1918, en de tekst aan allen die moesten, juist voor die jongens die een nummer kregen. En of je nou een loonwerker, timmerman of bakker was, je werd weggestuurd naar het front en je kon vechten voor je land. En ja, met een akelige afloop voor zoveel van de jonge mannen. Het bleek niet makkelijk om een goede plek te vinden. In Spaarnwoude en in het Haarlemse Rijnaldenpark kon Warmerdam niet een speciale herdenkingsboom planten. Maar achteraf is het hier in Vijfhuizen de beste plek. Deze plek heeft vooral iets bijzonders omdat het zo dicht bij het fort ligt en echt ook op de Geniedijk ligt met een herinnering aan de stelling van Amsterdam. Al sta ik hier ook in mijn eentje met die kei, dan ben ik daar toch voor de jongens. En is er toch een eerste aanzet gegeven tot die herdenking.